Schoon boef, man. Dames en heren, welkom bij een nieuwe vlog. Het was even een tijdje geleden dat wij er waren, maar we zijn er weer. We zijn weer terug. En de reden dat ik zo lang afwezig was, moet ik ook eerlijk zijn. Moet ik ook eerlijk met jullie zijn, komt omdat ik met mijn album bezig was, man. En ik zweer het, bro, ik had echt slapeloze nachten door die album. Ik heb elke dag in de studio gezeten. Het was niet eens leuk om te vloggen, want wat doe ik? Ik word wakker, ik ga naar studio, ik ga naar show, ik ga weer slapen. Studio, show, slapen. Studio, show. Ik kan het aan jullie laten zien, maar het is niet echt boeiend. Dus vanaf nu komt er 100% elke zondag weer een vlog. Ik heb één dikke vlog klaarstaan in het buitenland. Die ga ik nog even verklappen, die niet verklappen bedoel ik. Rassis en Jobi zijn ook weer terug, dus de vlogs gaan weer lachen worden, vooral in de zomer. We gaan ruïna, we hebben shows in Creta, in Bulgarije, in weet ik veel waar we allemaal shows hebben. Dus we gaan fucking hard lachen. Maar voor nu dacht ik even, het is lang geleden dat ik een Q&A met jullie heb gedaan. En 17 maart komt mijn album, zoals jullie weten, Slaaptekort. Check die shit, stream die shit op Spotify. Ik wil gewoon zoveel mogelijk gouden platen halen. En daar heb ik jullie hulp voor nodig. Mijn album komt niet op YouTube. Dus of iTunes, of Spotify, of Deezer. Ik weet niet waar je hem koopt. Je kan hem ook fysiek kopen, dus gewoon een cd. Maar als je hem maar koopt, want je moet hem horen, want hij is vuur. En zo naar jullie, schoon boef man. En we gaan nu beginnen met die Q&A. Bang bang. Ik heb net een post op Insta gedaan. Zoals jullie zagen. En daarbij heb ik mensen gevraagd van, nou, heb je een vraag aan mij? Vraag maar raak. En vorige keer was het echt wel grappig en dat gaan we nu ook gewoon doen. De eerste vraag die ik zag was, heb jij een vriendin? En het antwoord is... Nee bro, tuurlijk heb ik geen vriendin. Kijk naar mijn hoofd, sahbi. Welke vriendin moet ik hebben, man? Wie kan het zo lang met mij uithouden? Nee, ik heb geen vriendin. Dames, er is nog hoop. Ik begin met L-Black Ash. Ben je ooit verliefd geweest op een fan? Ben ik ooit verliefd geweest op een fan? Nee. Ik ben nooit verliefd geweest op een fan. Nee. Dat is ook gek zo je gaat. Dat is hem niet. Dat is hem niet. Schoon boef, man. Je moeder of rap? Bro, ik weet niet of dat een serieuze vraag is, maar ik denk dat iedereen die een beetje respect heeft voor zijn moeder, toch echt wel voor zijn moeder en zijn familie kiest. Dus moest ik kiezen, natuurlijk kies ik natuurlijk voor mijn ouders. De volgende vraag is van Nisrin.official. Ben jij gestopt met blowen? Ik mag met trots vertellen dat ik nu al bijna 2 weken ben gestopt met blowen. Ik zeg je eerlijk, ik heb er ook helemaal geen zin meer in. Het was leuk, te leuke tijd, even jointjes roken, maar op een gegeven moment, je weet toch, je wordt ouder en ouder. En het staat gewoon niet, weet je. Hoe ouder je wordt volwassen. Dat blow is leuk geweest. Dus ik hoop dat ik het volhoud. Jullie moeten mij ook motiveren, weet je. Dus, maar in ieder geval voor nu, ik ben helemaal gestopt met blowen. Iedereen die ook jointjes rookt en denkt aan stoppen, gewoon doen. Gewoon cold turkey in één keer stoppen, boom. Ik heb wel even getrild in mijn bed een paar dagen, ziek geworden. Maar kijk naar mij. Ik ben weer fit, ouwe. Schoon boef, man. Bang, bang. Oké. Wat zou je willen veranderen aan je lichaam als dat kon? Vraagt Tristan Groen. Ik zou mijn neus veranderen, man. Nee, graf, ja, sorry, maar ik zou helemaal geen moer veranderen, weet. Vind je mij niet sexy, hoor? Ik vind mezelf goed hoe ik ben, man. Ik ben tevreden, ik zou niks veranderen. Misschien zou ik nog iets... Ik zou misschien wat verkleinen, alleen. Weet je? Maar voor de rest... Schoon boef, man! Als je een vriendin, vrouw hebt en kinderen erbij, blijf je dan reffen? Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik sowieso zou blijven rappen tot een punt dat ik zeg maar genoeg geld heb om van te leven, snap je? Want als ik nu stop met rappen is leuk, maar ik wil wel gewoon een toekomst hebben. Dus ik zou wel blijven rappen denk ik. Maar ik zou niet zeg maar over 15 jaar nog steeds willen rappen. Dat zou ik niet willen. Maar voor nu vind ik het gewoon nog leuk, dus dan doe ik dat ook gewoon. Cecile Hildis vraagt, had je verwacht dat je zo ver zou komen ooit met muziek en alles wat je nu hebt meegemaakt? Om eerlijk te zijn had ik natuurlijk niet verwacht dat ik zo ver zou komen. Ik had wel verwacht dat ik wat zou doen, zeg maar, na die eerste sessie. Want die vond ik zelf ook gewoon hard. Alleen, ik had niet verwacht dat dit zeg maar zo op zou blazen. En ik wil jullie daar ook allemaal voor bedanken. Want het is gewoon fucking ziek hoe ver dat is gekomen door jullie. Dus alleen maar liefde voor jullie. En ik hoop dat ik nog veel verder kom in mijn leven. In welk land ga je op pensioen? Dat is een goeie. Ik heb specifiek niet echt een land dat ik nu denk, daar wil ik wonen. Alleen... ik denk wel dat ik in Algerije een huis zou bouwen. Ik denk, Marokko spreekt me ook erg aan. Ik denk ook in Marokko. En ik denk dat ik toch ook in Nederland, want
we haten allemaal op Nederland, dit dat, maar toch is alles hier fucking erg geregeld en zo. Dus ik heb het ook wel echt met Nederland. Dus eigenlijk wil ik gewoon 3 huizen of zo. Misschien nog Spanje. Ik zie het wel, waar de schip strandt, man. Dat zien we wel. Nike of Adidas, broertje? Wat heb ik nu? Adidas. Maar als ik eerlijk ben, ik denk toch Nike, man. Ik denk dat ik toch voor Nike ga, broer. Dat is toch die shit, je weet toch? Succes of je familie? Dan krijgen we weer zo'n vraag, bro. Natuurlijk kies ik voor mijn familie, man. Dat gaat boven alles, dat is logisch. Waar wil je nog heel graag op vakantie? Als ik eerlijk ben, Thailand was zeg maar nummer 1 bij mij waar ik echt dat ik wou zien. Nummer 2 is Zuid-Afrika, man. Ik vind Zuid-Afrika lijkt mij zo fucking vet. Gewoon die natuur en zo en dieren daar en die exotische shit. Dus de volgende vakantie die ik echt voor mezelf pak, ga ik denk ik Zuid-Afrika worden, man. Schoon boef, man. Welke YouTuber vind jij hard? Dat is een goeie. Wie ik hard vind... Zal ik je eerlijk zeggen, om wie ik gewoon moet lachen, ook al kraakt die mij af en toe, is opa Norma. Wallah, ik zeg jou eerlijk, die man laat mij gewoon lachen. Ik heb Bilal, kijk boos, maar ik zeg jou eerlijk, kijk. Ik sta misschien niet achter alles wat hij zegt of zo. Ik vind niet alles goed wat hij zegt. En ik zeg eerlijk, hij kraakt mij soms zelf. Maar ik moet wel om hem lachen, bro. Ik vind hem gewoon grappig halen. Dus ook al kraakt hij mij, hè. Ik ben gewoon eerlijk, ik vind hem gewoon grappig. Je weet wel, zolang hij niet te ver gaat, vind ik hem gewoon fucking grappig, man. Wat vind je zelf van je album? Nou bro, ik ga niet zomaar iets zeggen, maar ik heb echt... De reden ook dat ik weinig heb gevlogd is door die album fucking veel gewerkt eraan. Ik zeg je eerlijk, ik heb 16 tracks erop en ik vind ze alle 16 hard. Ik hoop dat jullie ook zo denken. Dus laat mij sowieso weten als je mijn album hebt geluisterd. Die Red Bull. Laat mij weten wat je ervan vindt, man. Schoon boef, man. Bang bang. Wat zou jij doen als je één dag een vrouw kon zijn? Ik zou mezelf de hele dag masturberen. Die haal ik weg. Wat zou je doen als je één dag een vrouw kon zijn? Ik zou gewoon de hele dag zo zitten, denk ik. Gewoon de hele dag zou ik alleen maar dit doen. Gewoon 24 uur zo. Meer niet. Heb je ooit iemand gesnist na een OV? Nou, je kan vragen aan de buurt. Ik heb nog nooit iemand gesnist, nou. Ik hield hem altijd op mijn zwijgrecht. Ik praat niet. En nog steeds, man. Nog steeds hou ik gewoon mijn mond dicht. Je weet toch, maar... Nu probeer ik wel de gevangenis te vermijden, man. En al die negatieve shit te vermijden. Je weet toch, we zijn op positieve dingen. Laat die shit, man. Wat vind ik de mooiste waggie? Ik denk dat de mooiste waggie die ik vind is denk een Range Rover Sport of een Lamborghini. Dat is denk ik toch de next level. Je weet toch wat ik wil? Een Lambo is denk ik moeilijk in dit land, maar een Range Rover Sport vind ik ook echt grof, man. Je weet toch, dus nog even sparen en wie weet. Schoon boef, man. Welke naam zou je hebben als rapper Boef al bezet was? Vraagt Antonio-Joko-Est. Dat is een goeie, man. Kijk, weet je dat die dag dat ik een sessie ging doen, had ik nog geen eens een rapnaam. Zo is gewoon Boef ook ontstaan, want ik zei tegen Nedir van luister, dan doe ik... Ik kwam daar, ik ga Boef. Weet je, zo noemen ze mij, ik denk ik doe Boef. Toen zei Nedir, ja maar waarom doe je niet Soef de Boef? Toen zei ik, nee man, gewoon Boef, man. En toen begon die sessie en toen de eerste wat ik zei is gewoon boef, man. En de rest is geschiedenis, man. Nu roept heel Nederland gewoon boef, man. Bang bang. Wat zou ik doen als ik geen rapper was? Als ik eerlijk ben, was ik waarschijnlijk nu gewoon nog steeds bezig op streets, man. Zou ik gewoon struggelen net als jullie, broer. Eerlijk is eerlijk, toch? Weet je, de ene heeft geluk met voetbal, de andere heeft geluk met rappen, de andere kan zingen. Als je geen talent hebt, bro, wat doe je? Kijk, of je gaat werken, maar werken lacht mij niet. Ik hou niet van bikkelen voor die weinig salaris. Dus ik zou wel wat anders doen. Maar het hoeft niet gelijk negatief of criminaliteit te zijn. Want als jij gewoon creatief bent, ook zonder school, kan je ook wat bereiken. Snap je? Dus het hoeft niet altijd dat je een dief of een dealer of een dit. Je kan ook gewoon, weet ik veel, gewoon wees creatief, man. Mensen verzinnen de raarste dingen en worden miljonair. Dus ik zou gewoon creatief zijn geweest, man. Welke YouTuber haat jij het meest? Ja, ik zeg je eerlijk, man. Ik heb niet echt heel veel haat op YouTubers. Ik vind wel een paar gewoon sukkels, moet ik eerlijk zeggen. Of ik vind ze gewoon niks. Weet je, ik zeg jou eerlijk. Ik heb weinig respect voor een paar bepaalde YouTubers. Ik ga niet te veel erop in, je weet toch, maar... Ik heb ook aan één YouTuber mijn hond verkocht. Ik hoor dat hij rare dingen met mijn hond aan het doen is. Met die Zina. Pranks en zo. Kijk, ik heb het zelf niet gezien. Maar mocht ik iets raars zien, dan gaan ze het wel horen, gappies. Dus je weet precies wie ik bedoel. Pas op met Zina. Mocht ik iets raars zien, kom ik jullie allemaal halen, vriend. Bekend en skeer of onbekend en rijk? Bro, hou mij onbekend.
en rijk. Ik moet echt geld hebben, dus ik zou gewoon liever skippen. Want je hebt niks aan bekend zijn en dan geen geld hebben. Dan moet je de hele dag foto's maken en dan zit je daar met skeren zakken. Dus ik zou echt gewoon voor het geld kiezen, man. Zou jij voor 10 miljoen stoppen met rappen? Het gaat alleen maar over geld, hè, broer, hè? Maar tuurlijk, man. Wat voor vraag is dat? 10 miljoen, ik zou mijn ouders geld geven, mijn vrienden geld geven, ik geld. En ik ga lekker rustig een villa kopen en ik chillen, man. Maar ik denk dat toch rap blijft wel je hobby. Dus ik zou wel af en toe een paar bars blijven gooien. Ga je nog een clip gooien voor je album? Dit is een hele goeie. Dames en heren, ik denk dat ik het hier ga verklappen. Vrijdag, de dag van mijn album, komt een fucking dikke clip online. Ik ga niet veel praten, maar ik durf jullie te zweren. Die clip wordt moeilijk te overtreffen. Ik denk dat niemand het ooit zo'n clip heeft geschoten in Nederland. En het mooie is, ik heb hem zelf geïnvesteerd. Dus mensen die zeggen, ja, je doet het alleen voor het geld. Dat is onzin, want ik heb mijn eigen geld. En dan praat ik over veel geld heb ik in een clip gestoken. En dat doe ik voor jullie. Ik weet toch dat jullie kunnen genieten. En die clip heet Habiba. Habiba. En jullie gaan hem zien, man. Vrijdag online, man. Waarom ben je rapper geworden? Nou kijk, het was sowieso niet mijn intentie. Het was gewoon dat ik wist dat ik kon spitten. En toen dacht ik van, weet je, ik ga gewoon die sessie doen. En na die sessie kreeg ik zoveel liefde van jullie dat ik dacht, dit moet ik blijven doen. En nu is er gewoon geen weg meer terug, man. Ik vind het ook echt leuk nog steeds, dus... Ik zou ook denk ik voorlopig niet stoppen met rappen, man. Schoon boef, man. Wat vind je van Armo's liedje Louis Vuitton? Ja, ik vind hem shit, man. Eerlijk gezegd, weet je. Ik luister die shit niet, weet je. Je kan zeggen, ja, dit, dat. Kijk, views, oké, leuk. Views pakken, maar ik denk dat mensen... Kijk, als jij meer dislikes krijgt van likes, dan is het niet voor de views, snap je, broer? Het is denk ik gewoon dat mensen gewoon lachen en dat allemaal opzoeken. Maar als je mij vraagt, ik en mijn drillies zouden niet in de auto naar Armo was rijd luisteren, snap je? En ik bedoel dus, pomp boef of pomp niet, vriend? Je weet toch, maar Armo pompen wij niet in. Blokjes of plakjes kaas? Vraagt Ivar. Dat is een goeie, ik hou echt van kaas, broer. Ik kom uit Alkmaar, de kaasstad. Blokjes of plakjes? Ik denk dat ik toch blokjes kies, man. Maar, weet je toch, bij mij alles blokjes. Dus kaas moet ook blokjes zijn. Alleen, op tosti zou ik wel plakjes doen, man. Je weet toch, weet je wat ook lekker is? Tosti met sujoep. Mensen die dat nog nooit hebben gegeten, probeer die shit, man. Lekker, lekker. Geen handen of geen voeten? Shit, man, dat is echt een goeie, man. Maar ik denk geen handen, man. Want, je weet, ik moet wel kunnen staan, broer. En als je geen voeten hebt, dan moet je in een rolstoel zitten. Dat is ook weer minder. Dus ik zou denk ik wel voor dan handloos. Handloos, tandloos, maar in ieder geval, mijn voeten moet ik wel halen. Komt er ooit een track met jouw lijpen en Ismo? Ja, kijk, ik kreeg veel reacties van waarom staat lijpen niet op je album? Waarom staat Ismo niet op je album? Kijk, er is helemaal niks aan de hand of zo. Het zijn gewoon harde rappers, keiharde rappers. Alleen ik heb binnenkort, ik kan nog niet te veel verklappen, SO naar El Chapo. Maar er komt binnenkort iets heel diks aan, kan ik vertellen, tussen lijpen, Ismo en Boef. En dat wordt veel vuur. En ik denk dat jullie er ook allemaal op zitten te wachten. Dus ik ga niet te veel verklappen, maar binnenkort komt er wat heel engs voor jullie. Louis Vuitton of D-Square? Bro, jullie weten van mij alles blokjes, dus ik ben sowieso op Louis, man. Ik hou van Louis, ik moet gesponsord worden door Louis, dus als de eigenaar kijkt, is gewoon boef, man, sponsor mij op zo, man. Van waar kom je uit Algerije? Ik kom van Annaba. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ligt aan de zee, hele mooie stad. Als je er nooit bent geweest, ga er een keertje heen. Binnenkort ga ik daar ook weer heen en dan ga ik het vloggen voor jullie. Gaan jullie genieten, man, is gewoon boef, man. Noem mij top 3 Franse artiesten. Sowieso La Carine is nummer 1 bij mij, wat er ook gebeurt. Ik vind MHD heel hard. Zijn stijl vind ik gewoon hard, weet je, daar ga je ook los. En wie vind ik nog meer echt hard? Ja, mensen zouden zeggen PNL, maar ik denk dat ik toch voor Karis ga, man. Ik vind hem rauw, man. Ik vind hem grof. Dus ik denk La Carine, Karis en wie zei ik nou nog meer? Mooi, die 3. Schoon boef, man! Ga ik nog vaak naar Alkmaar? Toevallig was ik gisteren nog in Alkmaar. Voor een interview, ik ben af en toe nog daar. Ik mis het ook daar, maar voor mij is het gewoon beter om even weg te zijn, weet je. Daar is het gewoon chaos, iedereen kent mij. Hier ook kent iedereen mij, maar daar is het meer persoonlijk, snap je. Iedereen wil wat van je, wil mee naar je show, wil geld lenen, wil dit doen, wil dat doen. Dus voor mij is het gewoon even goed om hierheen te gaan, even rust aan mijn hoofd, snap je. Dus ik ben wel blij dat ik weg ben. Maar alsnog hou ik van Alkmaar, ik represent Alkmaar. Ik ga op een dag ook daar een dikke huis kopen. SO naar Alkmaar, SO naar Alkmaar. Wat is mijn favoriete voetbalclub? Kijk, jullie gaan schrikken. Jullie zien mij met PSV pakken lopen, met die pakken lopen. Maar echt waar, sinds mijn jeugd, sinds ik 4 jaar ben, ben ik al een Feyenoord fan, man. Ik ben echt Feyenoorder tot de dood, vriend. SO naar Feyenoord. Hopelijk worden wij kampioen dit jaar. Het gaat wel lukken, hopelijk. 99 was de laatste keer, dus het moet ook wel even.
Mackie of KFC? Denk Mackie, man. Ik vind ze alle twee niet zo denderend, maar als ik moet kiezen, denk ik toch Mackie, man. Je weet toch, heb je snel een Big Mac. Is lekker, man. Weet je wat ik trouwens ook lekker vind? De lekkerste burger is bij Burger King, man. Vind ik Long Chicken. Maar als ik moet kiezen, kies ik voor McDonald's, bro. Racist of Jopie? Ja. Kijk, ze hebben alle twee wat. Ja, racist is gewoon fucking lelijk. Moet ik gewoon eerlijk zijn. Ik heb nog nooit zo'n lelijk joch gezien als racist. En Jopie, ja, Jopie is van god los. Jopie is... Jopie in een auto of Jopie in een scooter is gewoon ruïne. Gewoon sowieso is Jopie ruïne. Maar ik kan tussen die twee niet kiezen, man. Het zijn alle twee mijn brada's, je weet toch. Dus zo naar hun. Wat heeft mij gemotiveerd om te rappen, is de volgende vraag. Mijn motivatie was niet eens geld. Want in het begin wist ik niet eens dat er zoveel geld te halen was. Het was in het begin gewoon echt wat ik had meegemaakt, man. Ik durf ook te zweren dat veel rappers, echt waar, dat niet alles zo is. Maar ik kan jullie garanderen, vraag maar in de buurt naar. Dingen die ik heb gerapt zijn echt gebeurd, snap je? Of die hebben wij echt gedaan. Dus je weet toch, als ik eerlijk moet zijn, is het gewoon mijn verleden is wat mij heeft gemotiveerd, man. En nu is het natuurlijk ook geld en jullie, weet je. Ik ga niet liegen, ik kan schijnheilig spelen, maar het draait natuurlijk ook om geld, maar het draait ook om jullie. Want als jullie mij geen liefde zouden showen, zou ik al lang minder gemotiveerd zijn. Maar door jullie ben ik elke keer weer dat ik denk, ik moet hard komen. En dat doe ik dus ook. Ibtisem-C zegt, ze linkt at Nisverne. Stel hij noemt mijn naam in zijn vlog, ik ga feest geven alles. Bij deze, als je die feest geeft, nodig mij ook uit. Je bent genoemd in mijn vlog. En zo naar jou. Wat is het moeilijke aan rappen? Wat is het moeilijke van dit leven? Kijk, mijn album heet niet zomaar slaaptekort. Ik zeg je eerlijk, deze tijd, kijk. Je hebt bijvoorbeeld, vannacht weer had ik een show, ben je pas om 7 uur thuis, moet je weer om 12 uur opstaan, moet ik nu dit voor jullie maken, daarna moet ik zo meteen weer door naar Almere, opnemen in de studio, dan ga ik naar een show, ben ik weer om 6 uur thuis, heb ik morgenochtend weer een interview, dus het is zeg maar een constant ben je bezig. Jullie denken altijd van, oh rappen is makkelijk geld verdienen, maar dat is niet waar. Dat is echt niet waar, ik werk echt fucking hard. Ik ben ook fucking moe. En daarom heb ik mijn album ook slaaptekort genoemd. Dus mensen moeten echt niet onderschatten van, oh die rappers hebben het makkelijk, want je bent wel echt aan het pikkelen, moet ik heel eerlijk zijn. Schoon boef, man. Wat was mijn eerste lab liedje? Weet je hoe die ging? Bij de voeten op de grond, toch stijgen we. Ik maak meer groen dan de fabriek van Heineken. Zie ze twijfelen, ze vermijden me. Omdat ze weten dat niemand zo kan schrijven, huh? Vraag het Stroedi, a.k.a. Goldstrike. Ik kom lijp, werk verder, terwijl je dom blijft. Praat niet en hou je kaak dicht. Ik heb hiphop in me, alsof het een orgaan is. En nog steeds weet je dat ik beats klaar is, of wel leer ik ze in mijn mars dat Snickers failliet gaat. Soufiane, je weet dat ik zo heet en dan ben ik on stage, dan ben ik zo heet. Wat is je hardste lijn? Ik denk toch die ene man, van dit is een Thailand, vandaar dat mooie Vietnam. Man, wat zou je nog willen bereiken? Ik zeg je eerlijk, ik zou echt nog een acteur willen worden, man. Gewoon een dikke hoofdrol spelen in een film lijkt me ook echt vet. Of in een serie. Dat lijkt me ook echt nog mooi om te doen. Waarom beschouwde je Koerden? Daar wil ik het ook nog over hebben. Mensen die denken dat ik Koerden beschouwde. Kijk, in die lijn dat ik zeg van de kaart net als Koerdistan. Kijk, je moet goed luisteren. Ik zeg van de kaart net als Koerdistan. Kijk, vroeger stond Koerdistan gewoon op de landkaart. Dat hebben ze zeg maar weggehaald. En ik zeg gewoon van de kaart. Dus ze zijn ook van de kaart gehaald, toch? Dus Koerden nam het gelijk persoonlijk van ja, jullie dissen ons, dat is onzin broer. Als je ook mijn teksten luistert, mijn eerste sessie, Koerdo neemt die gun mee wanneer ik zeg opschieten. Ik ben gewoon met Koerden, grap. Ik chill met Koerden, dus kom niet met die onzin van dat ik Koerden dis. Dat is gewoon fucking onzin man. En sowieso ook, ik zie heel veel filmpjes nu op internet, boef dis die, luister dan. Als ik iemand zou dissen, dan zou ik het ook gewoon vermelden dat ik hem heb gedist. Ja, ik dis niemand broer, ik dis niemand. Ik heb een paar dissen, ik heb volgens mij één keer een diss trekken of een filmpje online gegooid en dan zeg ik ook gewoon wie ik dis. Snap je? Het is niet dat ik stiekem mensen loop te dissen, dus dat doe ik niet. Ik ben niet op die sneak dissing. Als ik dis, dan weet je ook gewoon gelijk dat het echt voor diegene is. Maar mensen horen één keer een zin en dan is gelijk, ja hij heeft die gedist man, dus dat is echt onzin hoor. Denk je dat Asjafar de nieuwe boef gaat zijn? Kijk, ik ga wel eerlijk zeggen, Dave. Ik moet gewoon lachen om die vraag, maar luister, de nieuwe boef, dat gaat sowieso niet komen, man. Doe gewoon je eigen ding, iedereen moet gewoon zijn eigen ding doen, maar de nieuwe boef, dat gaat niemand worden, vriend. Je weet toch? Zoals boef is er maar één grap, uniek zijn. Je weet toch, als een andere rapper hard is, oké, maar de nieuwe boef, zo moet je het niet vergelijken, bro. Ik zie niemand in de scene dat ik denk, ja man, dat wordt de nieuwe mij. Begrijp je? Ben je gek of zo? Denk je wel eens terug aan die tijd dat je geen money had? Ik zeg je eerlijk, man, elke dag.
elke dag sta ik wel even weer stil van, hey, kijk naar jezelf, bro. Wat heb je allemaal gedaan, man? Snap je? Want ik was echt skeer vroeger, man. Hoela. Ik had echt geen fucking geld. Toen keek niemand, weet je. En nu is het gewoon mooi, man. Dat je zeg maar toch zonder diploma's, zonder school, toch het hebt kunnen ombuigen naar iets moois. Schoon boef, man. Wat is het duurste wat je ooit hebt gekocht? Ik zeg eerlijk, ik heb bijvoorbeeld laatst een zomerjas van Louis Vuitton gehaald voor volgens mij 2.500 euro. Ik heb hem 2 keer aangehad. Die dingen, het is een maat L, ze hadden mijn maat niet. Heb ik maar 2 maten te groot gekocht, gewoon omdat ik hem mooi vond. Nasser was ook daarbij, hij heeft me weer gezegd, ja koop hem, snap je? Dus soms doe ik dingen die, ja, dat is gewoon dom, maar ja, daar leer je ook van, snap je? Wat ik ook gewoon moet zeggen is, kijk, al deze shit, die media, politie shit, heb ik ook achter me gelaten. Zoals jullie zien heb ik die vlog van de politie eraf gehaald. Waarom is gewoon, weet je, ik heb gewoon bewezen hoe ik ben, wat ik doe. Maar ik denk dat je op een gegeven moment ook ouder, volwassener wordt en het is ook niet goed, weet je. Je moet wel de jeugd stimuleren om goede dingen te doen. Kijk, hoe ik rap, rap ik nou eenmaal. Want als ik nu ga rappen over hoe je weet toch niet, weet ik veel, over school en over schoolboeken en over koetjes en kalfjes, dat past niet bij mij. Want ik ben wel boef, ik ben zo bekend geworden, dit was mijn leven. Dus ik denk dat mijn fans dat ook waarderen van mij. Dus ik ga niet te veel veranderen qua muziek, alleen qua houding moet je wel op een gegeven moment volwassener en ouder worden. En daar zijn we nu hard mee bezig. Vanaf volgende week zondag gooi ik gewoon weer elke week vlogs met Jopie, met Racist, met Kapper, met Mano, met iedereen. Dus we gaan nu gewoon weer echt die vlogs doorzetten. Album komt uit 17 maart. Koop die shit. Stream hem op Spotify en op iTunes. Koop die shit. Ik ga elke dag langs fans. Vanaf de dag dat die uit is, ga ik elke dag gewoon in de auto langs 5 fans. 5 fans. Maar dan moet je wel mijn album of op Spotify of op iTunes of fysiek hebben gekocht. En dan kom ik hem sowieso langs brengen. Gaan we foto's maken. Dus ik ga gewoon in 1 week langs 50 fans of zo. En dat doe ik gewoon echt voor jullie en voor mijn album te promoten. Goeie shit. En ik hoop dat jullie hebben genoten van deze Q&A. Het was een snelle jelle, maar het was voor nu. Volgende week zondag staat er een leuke vlog online. Met onder andere dus Jopie en Racist. Hij is al klaar. Heel misschien. Kijk, de reden dat ik hem niet gooi is omdat er wat verrassingen van mijn album in zitten. En die wil ik dus pas na mijn album eigenlijk online hebben. Ik wil sowieso een SO doen naar jullie. SO naar mezelf. 17 maart slaaptekort. SO naar Spek. Nog één dingetje. Mensen denken ik ben getekend. Kijk, ik heb een managementcontract getekend bij Spek. Maar ik ben gewoon mijn eigen label. Ik breng mijn eigen muziek uit. Mijn eigen kanaal. Het enige is dat Spek mijn management doet. Ik heb heel veel lobby voor hun. SO naar hun. Maar ik ben vanaf nu gewoon eigen ondernemer. Eigen label. SO naar jullie, man. Bang, bang. Ha? Schoon boef, man.